lek vastschrijven in de Bijbel. In plaats van dat hij 15 minuten lang, dat we nu hier een nieuwe scripture voor de Bijbel. Dus de man zei knapja, wie ooit jou wel zou schrijven in de Bijbel. Lees hij, Abi. Johannes 8, vers 32. Abuku Johannes. Hoofdstuk 8, vers 32. Lees hij. En toen, ze sabi de waarheid. A Bijbel taki, je moet sabi de waarheid. Lees hij. En de waarheid, ze make you confri. En a waarheid, dat en make you confri. A waarheid, om make you confri. No one preki, no one trasanisa no scrifi in a Bijbel. Na waarheid voor Gado, en make one man, of one vrouw, of one uma, of one ting, confri. Sana a waarheid volgens a Bijbel. Want wat losman of sabi zijn een waarheid. Wat lees je zijn een waarheid. De jong brada zeker zei reet op een fiets. Hoe kan ik een arki zijn een waarheid. Want de smafu is een kerkie. We deden wat losse organisatie. Maar de man is zorg zijn een waarheid. Kon lees je zijn een waarheid. De jong brada. Hoe arki even. Arki zijn een waarheid. Zag Gado escrivi in de Bijbel. Lees je. A boek of salam. Hoofdstuk 119, vers 130. Zag Gado daki. Hoe gerechtigheid. De gerechtigheid voor Pedro. De jongman, Arki Ivers, hè? Je gerechtigheid, de gerechtigheid voor Pedro. Lees je. En je wet, de waarheid. Een wet voor Gado, dat na een waarheid volgens de Bijbel. De kerk in de hoe de Sandati. Een Bijbel taki, een wet voor Gado, dat na een waarheid. Maar alle kerk in Pedro, de mij tegen dat, ik kan horen traditie. De korte, de mij leren dat in vier testies. Je kon naar kerk in op zonde. De standaard nog schrijven in een wet voor Gado. Een wet voor Gado tak, een sabbat day, een satra day. Dat na day voor kon samen. Voor horen, heilig die Gado. Dus lees het wel lees. Een boek over Salom, hoofdstuk 19, vers 140. Lees je. Je gerechtigheid, dat was gerechtigheid voor Tego. Een gerechtigheid voor Gado. Dat nou een gerechtigheid voor Tego. Lees je. En je wet, dat is waarheid. En een wet voor Gado. Dat na enige waarheid, zat dit op grond tapu. No andere waarheid, no de. Een enige waarheid op grond tapu, na een wet voor Master Gado. Iedereen was maar tak wantra sani. De man op sap Gado, en de man op sap sa op Bijbel en takkie. Go pakken naar Johannes 8, vers 2. Abuku voor Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. Dit is dat Nieuw Testament. Nieuw Testament, hoofdstuk 8, vers 32. Lees je. En toen, ze sabi de waarheid. Je moet sabi de waarheid. Je moet sabi de waarheid. Je moet sabi Christus betekenen werkelijk. A derde voor Christus op het kruis. Gide tien voor Israël. Ze hij betekenen, lees je. En de waarheid zal make you confri. A waarheid. Alle sansa schrijf in a Bijbel. Dat ook set you confri. En dat we char gire chief u Gado. Gine even Matthäus 15 vers 24. A buku fu. Matthäus, hoofdstuk 15, vers 24. Deze. Maar, abe pikitaki, die de kom, to dem lasi skapu, voor da oso, voor Israël nomo. Christus taki, a kom, gi de lasi skapu, voor da oso, voor Israël nomo. Lees je? Tanta. Lees het wel, lees je? Abuku fu Matthäus, hoofdstuk 15, vers 24. Maar, abe pikitaki. Moet er kom to them laat ze schappen voor dat ons over Israël nomo. Christus kom, nomo nomo, en soso nomo, die den chief to Israël. Zo van de chief Israël, volgens de Bijbel, de smassa dit op abortisi, de smaris na de chief to Israël. De stam voor Juda, de stam voor Ephraim, de stam voor Manasse, de stam voor Levi, a stam voor Simeon, alle de stam dat hij, dat naar de chief voor Israël. Maar sa, sa, a Bijbel, sa, Christianity eleerunu, sa, de kerk eleerunu. Dat alles maar kan kom na ini a kerk. Alles maar kan go na hemel. Maar sa, was ani, was scripture in a Bijbel,
Zijn sorry, suma ogo na hemel. In de troon, naki. No, begin van de top. Even man, sataki, naki en taki, naki, dan woortu na komopo, fukano. If yo taki, amu skrifi in a Bible. We no etaki, a day sem kwa kerki, na sabbatay. We lezen gi, tak na sabbatay. Lucas 4, vers 16. Lezen abi. A book to Lucas, hoofdstuk 4, vers 16. Come on. Want de christenen, want mensen moest volgen Christus. En als je volgt Christus, dit is dat ze Christus bedoelt. Dus volging. Lees hier. A book to Lucas, hoofdstuk 4, vers 16. En abe kom naar Nazareth, pe abe kweki. En lekki abe kweki. Mi leksan. En lekki abe kweki. Christus be kweki to sang. Abe go na da de ju kerki na da sabbatay. Sabbatay. Dat na day sa Christus be da kerki. Dus if you a follow Christus and you carry yourself a Christian, you must go na kerki ta ba sabbatay. Na wa lay sabbatay ge you. Sort me a day dat na Sunday a eerste day fa wiki dat kim go a kerki. Sort me pa skrifi. Kime Exodus 20 vers 8. Police a web gino. Wanneer je dat wel leeft, maar de mensen knap ja, hoe je leeft, wel leeft, ze schrijft in een woord of kado. Dus als je dat kunt leeft, dat betekent dat jullie briebi zijn kado en schrijft. Wees een game. Een boek voor Exodus, hoofdstuk 20 vers 8. Come on. Membre, dat is abatee. Zo te jong, membre. Membre, dat is abatee. Mij reken dat kado naar zelfde SD, tide na Tamara. Het kado naar Kiki, zei dat kado op dat disi. Lees het al eens. Een boek voor Exodus, hoofdstuk 20 vers 8. Membre da sabatei. Masa garo tak you mus membre da sabatei fukado. A sabatei na freira neti telek satra neti ta duru. Leisa to a leisi. Membre da sabatei. Membre da sabatei fukado leisi. Fu hori hem santa. You mus hor a dei fukado santa. Ma de mei kontap sonde e prober fu hor sonde santa. Tono garo no sigi sonde lek a dei sa you mus kosama. Leisi. Listen, Godoro. Membre da sabatei, tu oriam santa. Visa roko, 60 day langa. Kado taki ma roko, 60 day langa. Leisi. En du ala roko. Leisi. Ma, if you say today. A say van de dag fa wiki. A say van de dag fu a wiki. A wiki is start na nga sonde. Dat na eerste dag fa wiki. Dus satra na say van de dag fa wiki. Leisi, du tapa say van de dag. Maar die to say the day, God has. En vanwege het feit dat we ons kort doen, dat betekent dat ano alamang kagwa in zee. Suma kwam kwa in zee, kwa shisa buku etaki. Uno taki nang o egi woord to yara, wat tak sa a Bible etaki. Sa a Bible etaki? A buku po openbare hoofdstuk 21 vers 12. En abe abi wa bigi hees kotu na 12 poortu. En 12 engel bete hadan poortu. 12 engel de feste porto, lazy. And then name to them 12 family, to them picky for Israel, ben scriven aan den top. De stap de poort, de name de 12 family, for the chief of Israel, scriven op a poort. That's right. What port de gi de heden, lazy abaka, de name for sa? And 12 engel de de na den porto. And then name to them 12 family, for them picky for Israel, ben scriven aan den top. Dus de neem voor de 12 familie, voor de chief van Israël, beschrijft op apport. Dus if na de neem dat schrijft op apport voor hemel, dan mi want dat u zorg me, want kan je me vergis me schrijven, kan je me niet begrijpen Christus boom. Want volgens mij na Christus, et takja. Ja toch? Lees even Psalm 40, vers 8. Want volgens mij na Christus, et takja. Christus taki, de neem voor de 12 familie, voor de chief van Israël, schrijf je dat apport. Als na de neem schrijf dat apport, dat betekent dat no andere man neem schrijf dat apport. Zo is de neem voor de chief Israël. Dus dat betekent dat hemel na die chief Israël nomo. Zoek naar de chief Israël, de zogenaamde blakaman, ching, sa mopo uit inakatibo libi. Naar de nakomelingen voeding, naar de wansa die in de verschillende konderen, van elkaar de man dat bakken, de man scattert, de verspreiding, toch? De man dat die, naar de ingi,
naar de zogenaamde Native Americans, de mannen naar de Chief Israel, de Latino naar de Chief Israel. Lees die, zei Abi. Abuku voor Salam, hoofdstuk 40, vers 8. Dan nu ben Paki. Muku, nu de kom, na in uw buku, ades krivi kaba, abrami. Dere taki. Sa? Dan nu de taki, muku, nu de kom, na in uw buku, ades krivi kaba, abrami. Christus zat nu, aher tuku, aher Bijbel, schrijf Abraham. Dus terwijl is Openbaring, hoofdstuk 21, vers 12, na Christus et taki. Dus Gopakasa Christus taki, Openbaring 21, vers 12. Het boek van Openbaring, hoofdstuk 21, vers 12. En abe abi wat ik hier schot naar de 12 poorten. En 12 engel benden naar de poorten. En de naam voor de 12 familie, voor de pikie voor Israël, ben schreef naar de poorten. De naam voor de 12 familie, voor de chief Israël, schreef op de poort dat hij. Dat betekent dat Christus komt hier de laatste kapu voor de osso voor Israël nomo. Let van dat ik in een boek. Alop de chief Israël wang. Hoe lees je sa abuku etta kabarasan dati? Maar hoor even. We are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. End. We are gods, we are kings, demanding change, cause we believe we can.